deze 3 dagen niet echt op mijn dieet heb gelet met paas. Echt zo koud is of zo. Ik ben helemaal niet benauwd, nee. Nee, het is nu ineens warm. Het kan niet anders. Goeiedag en gegrilde paprika met brie, sla en tomaat. Appen. En? I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en we beginnen de week met meten. Jee, oké, doe maar. Waar is je heupbord? Ja, daar. En? Wat denk je? Wat denk jij? Ik denk nog steeds 23. 21,5. Oh! Lol! 21? Oh my god, dus dan ben ik er bijna. Ja, is ook wel heel droog inderdaad hoor. Maar ik wil naar de 20, dus moet ik toch nog even... Hoe lang denk je dat ik dan door moet gaan? Een weekje? 4 maanden ongeveer. 4 maanden? Nee joh. 4 maanden op 1200 calorieën. Je wilt mij chagrijnig hebben of zo. Nou, ik ga in ieder geval zo aankleden, want we hebben vandaag een toernooi van de Les Jonas de hele dag. Hey Les, dus ik kan vandaag niet... Tot 1 uur of 3. Oh, tot 1 uur of 3. Oh, oké. Okay. Maar daarna kun je niet sporten, hè? Nee, ik denk dat het al dicht is dan. Oh ja, want het is natuurlijk ook nog steeds Pasen. Oh, kut. Dan moeten we even thuis sporten. Oh, kutjes. Ik zie wel hoe ik dat ga doen. En ik had 2 dagen had ik echt slecht gegeten, joh. Ik had even schijt aan mijn dieet. Groten. Ja, ik heb echt... Nee, ik ben niet heel erg gegaan, maar wel... Echt wel. Was echt Febo niet heel erg vindt. En Becky ook in een weekend? Dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat echt is niet waar hoor, ik heb nee. Het wel gezien, hoor. Nee, dat is niet waar. Nou ja, het is normaal. Waar ben je eigenlijk? Daar. Oké, ik ga daar ook praten. Ik blijf gapen deze stuk door. Zo, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en wij zijn onderweg naar iets wat ik niet mag zeggen, wat ook nog een beetje secret is. Meanwhile. Ik had gisteren niet meer gefilmd omdat het best wel druk was en best wel gedoe en daarna hadden we gegeten met de familie. Dus het was nogal hectisch en druk, totdat ik me dacht van oh my god, ik had helemaal niet mijn dingen gefilmd en dat was ik dus helemaal vergeten. I'm sorry you guys. Wat ik ook wil zeggen is dat ik ook... deze 3 dagen niet echt op mijn dieet heb gelet met Pasen. Ik heb wel gewoon een beetje opgelet, maar ik heb het niet bijgehouden dit keer. Ik had zoiets van, weet je wel, ik laat me even los. Mijn gewicht naast is hetzelfde, dus daar ben ik wel blij om. En ik had ook iets van 4 dagen niet gesport. Dus vanmiddag, zo meteen na mijn gesprek of na mijn dingen die ik heb met niks samen, dan ga ik sporten. Als ik dat nog allemaal haal. Want het is vakantie en ik vind het zo een hel om alles te regelen en te doen. Ieder jaar zeg ik tegen mezelf, ik doe het van tevoren en ik doe het dan niet van tevoren. Ik ga even mijn camera tegen mij zetten. Iedere keer denk ik van oké, Mer, nu ga ik plannen wanneer de jongens vakantie hebben en dan speel ik daarop in. En iedere keer vergeet ik dat dus nu dus ook weer. Ik heb helemaal niks gepland. Ik moet altijd weer ad hoc alles doen. En ja. Dat ligt mij niet zo. I know. Maar ja, anyways. Ik heb deze week ook geen vlog online. Ja, pas op vrijdag. Omdat ik gewoon echt crazy druk ben. Echt. Ik ben die voedingsschema aan het doen. Ik heb afspraken staan. Ik weet niet wat ik allemaal, waar ik de tijd vandaan moet halen meer. Met de vakantie erbij, want de jongens hebben ook nog eens een keer vakantie. Dus ja, I don't know hoe ik dat allemaal ga doen. Maar ja, check you later. Boodschapjes gedaan al. Nu ben ik onderweg weer lekker naar huis. Oh, dus was het echt super lekker nu. Het is een beetje kouwig. Nog is het lekkerder dan daarvoor was. Ja, dat is waar. Maar ze zeggen dat het morgen weer gaat regenen. En dan blijft regenen weer de hele tijd. Ik ben wel bruin geworden, echt. Ik zie het nu ook inderdaad. Mijn gezicht is bruin geworden van het voetbalveld zitten. Jij ook. Jij bent meer rood. Steentijd. En een naked rip nu. Ik ben hem kwijt nu.
Hier is die. Die ga ik nu nemen. Kijk, let niet op mijn huid. Het is echt heel erg. Ik weet niet what happened de laatste paar dagen, maar het is echt ineens mega. Voor hebben we nog van die kroesige dingen, maar ja. Ik vind het zo'n leuk gevoel, zo met je staart. Zo. Oké, ik ga even kijken. Dit gaat nergens over. Mijn ontbijtje. Zo lekker. Je hebt een cracker, hè? Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag. Welke dag is vandaag? Ik weet niet welke dag het is. Oh, het is vandaag woensdag. Ja? Gaan we naar buiten? We gaan zo naar buiten. Kom maar eten. Ja, ik ga nu eten, ja? Gegrilde paprika met brie, sla en tomaat. Althans, ik vind het super lekker. Ik hou ervan. Ik ben bruin geworden in mijn gezicht, man. Ik heb die. Oh. Freaking erg. Oh my god. Kijk, wat een mooie kleurtjes allemaal. Ik weet dat ik net al had gegeten, mijn broodje, maar ik had nog honger. En ik had nog een papaya in de koelkast. En die ga ik dus nu lekker in het zonnetje eten. Waar de balloon? Papaya. Papaya. Eeuw, vishaartje. Oh ja, eeuw. Wil je ook hapje? Ja. Met de lepel doen, toch? Oh, ik moet een lepel pakken. Ga maar lepel pakken. Je eigen lepel. Het is echt zo lekker weer. Ja, lepel! Want ik zit te wachten totdat Nick thuis komt. Want hij zou eerst gaan trainen en daarna ik. Maar het duurt een beetje lang. Maar ik wacht tot als hij thuis komt, dan kan ik gaan trainen. Maar ja, meestal doen we dat zo. Om en om. Als ik nou allemaal te lullen, weet ik ook eigenlijk niet wat ik allemaal aan het lullen ben. Mama, je knoeit. Je knoeit. Nee, je moet wel je mond doen. Nee, je mond. Happen. En? Lekker? Ja. Wil je nog een hapje dan? Nee, ik heb bijna vol. Je vindt het dus niet lekker. Hey, Les! Jurassic Park. Hey, ja. 12 seconds later. Ga nu lekker sporten. Eindelijk. Oh, die pukkels, jongen. Oh my god. Ik wil eigenlijk helemaal niet zo naar buiten. Maar ja, het moet. Het kan niet anders. Dus ja, ik heb echt super veel zin om te gaan sporten. Zoals ik al net zei, ik heb al 4-5 dagen niet gesport. Dus ik ben echt blij dat ik nu eindelijk weer kan sporten. Is ook wel een beetje mijn eigen keuze geweest, omdat ik ook een beetje luiig was. En ja, met Pasen en zo. Oh, die pukkel irriteert me zo erg. Wat ga ik voor workout doen, weet ik nog niet. Ik heb nog niks gepland. Even een HIIT workout doen. En dan ga ik lekker kracht doen. Ik heb super veel zin in kracht. Let's do this. 2 hours later. Ik ben klaar met sporten. Ik heb vandaag alleen echt heel weinig gegeten. 1000 zoveel calorieën over en het is al 2 uur. Dus ja, ik ga nu maar even wat eten, maar ik weet even niet waar ik zin in heb. Dat is ook weer een drama. Ik heb nog 1 zo'n broodje open, dus ik denk dat ik die met pindakaas ga doen. Want pindakaas zit lekker veel calorieën in, dus dat kan ik nu wel gebruiken. En dan neem ik wat cashewmelk met deze. En ik denk dat ik het dan wel een goede lunch heb met nog een stuk fruit erbij of zo. En een naked day. Dat zit ik dan wel vol. Ik ben nog echt heel erg hard bezig met mijn voedingsschema, maar hij is binnenkort af. Dus voor degene die ook een 8 weken traject willen doen met afvallen en sporten, I got you girl. Oké, ik ga toch wat anders doen. Broodje pindakaas met jam doen. Dat is echt, dat vind ik zo lekker. Lekker. Zet jezelf op de eerste plaats. Morgen is niet beloofd. Wat je doet voor een ander, schat. Doe dat voor jezelf ook. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik zit in de auto, want ik ga nu naar de sportschool. Het is best wel koud, vind ik. Het is echt helemaal niet warm. Gisteren was het echt super heet, kon ik gewoon in mijn topje naar de sportschool. En nu is het echt freaking koud. Het is ook maar 12 graden. Ik hoop dat het nog beter wordt, maar ik laat het. Ik zie het wel. Oh, het is echt super koud, hè. Kijk, ik heb hier al mijn spullen. I'm ready for today. Hoi, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe dag. Hoi, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe dag. Goeiedag en... Het zal wel. Vandaag vrijdag, toch? Vrijdag.
Vrijdag. En wij gaan even wat eten samen. Met z'n vieren, ja. Kom. Ja, kom, we gaan naar de auto, jongens. Anders komen we er nooit. Ik zit weer te vechten daar, hoor. Kom dan. Echt zo koud is of zo. Het is helemaal niet benauwd, nee. Nee, het is nu ineens warm. Het is niet benauwd. Nee, maar net was het echt vet koud, hoor. Ja, het was echt benauwd. Oh my god. Gordel om. Dan met de casita. Ah. Ah, dan met de casita. Ah, ah. Dan met de casita. Oh, wat lief. Dat vind ik lief. Oh, ik ben echt net pas wakker. Echt een heel lief ontbijtje. Hoe laat was jij wakker dan? Ja, die stond alweer om 7:15 naast het bed. Kom eens uit de kast. Kom eens uit de kast. Memphis, kom eens uit de kast. Memphis. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag, Koningsdag, en wij gaan lekker zwemmen. We gaan lekker zwemmen. Ja, we gaan allemaal zwemmen. De jongens gaan maandagavond naar Arnhem. En wij gaan nu gewoon lekker zwemmen, daar hadden we zin in. Dus ja, yeah, let's do that. Gaan jullie maandag ook meteen mee? Nee, want mama gaat de boek afmaken, de e-book. En de website en alles wat ik moet doen. Dus dat gaat papa? Papa ook, die gaat me helpen. En wanneer komen jullie dan? Dat weet ik nog niet. Ik hoop dat ik heel snel klaar ben, zodat ik eerder kan komen. Ben jullie in ieder geval gaan zwemmen? Ja. Ik ben zo stom geweest om een bikini te kopen wanneer ik aan het afvallen ben. En nu, iedere keer wanneer ik buk, dan hangt mijn halve tepel eruit. Dus. Oh, wat stom. Echt super stom. Het is 1:30 nu. Wat? In my head. Wat zeg je? Hey, sexy. And in my head. Adam. Visions never stop. These ribbons wrap me up. Lekker je rozijntje. When I reach for you, it's just a supercar. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en ik ga nu daar naar de gym. En ik echt veel. Nee, ik naar de gym ga. Ik heb dit aan. Zo'n lekkere trui. Met mijn sportbroek. En ja, that's basically it. Mijn haren jeuken omdat ik ze echt al lang niet heb gewassen. En ik ze echt moet gaan wassen. Dus ja, ik zit ook weer helemaal onder hier zoals je ziet. Oh. Ik heb ook weer een hoop pulken, wat ik dus niet moet doen. En dat heb ik wel gedaan. Stupid, stupid, stupid. Verder heb ik eigenlijk helemaal niks te melden. Nee. Zie ik het wel. Ik weet ook niet, nog niet echt wat voor workout ik moet gaan doen. Daar heb ik de laatste tijd ook een beetje last van. Oh, daar is de auto al. Dus ik ga nu raden. 6:30 later. Zo, dit was alweer het einde van mijn weekvlog. Vond je dit een leuke week? Of vergeet geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door je door hier of hier te klikken. Nogmaals, sorry dat ik in de vakantieperiode maar 1 keer in de 2 weken heb geüpload. Maar ik was echt super druk met mijn website bouwen en mijn voedingsschema en alle ruiten met tijd wat er allemaal bij komt kijken. Dus ja, ik was nogal stressy erover. Ik voel me nooit zo goed als ik mijn video niet op tijd afkrijg. Dus ja...
denk dat ik eerder mezelf kwalijk neem dan anders. Maar ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Bijna af. Dus ik ben super blij. Ik ga in de volgende video ga ik verder vertellen wat ik ga doen ermee. En ik heb altijd ook een poll online gezet op mijn YouTube kanaal. Over wat voor video's jullie leuk vonden. En eventjes erbij halen. Ik had gevraagd video ideetjes, veel eten maar niet aankomen. Daar een serie van te maken. Of mijn workout routine of gezonde boodschappen shoplog. Veel eten maar niet aankomen. En gezonde boodschappen shoplog zijn gelijk geëindigd met 43%. Ik dacht gewoon, weet je wat, ik ga gewoon alle drie doen. Komt goed, ik ben weer helemaal on track, you guys. Ja, ik zie er nog steeds bij als Oompa Loompa hier. Al die vlekken en dingen. En ik weet niet of Oompa Loompa ook vlekken heeft, maar dat maakt niet uit. Ik zie jullie in ieder geval vrijdag weer. Ja, vrijdag bij een nieuwe video. En vrijdag hebben we een wat ik op een dag eet video. Dus dan zie ik jullie dan weer. Slaap lekker! I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.